We zijn er, Morrochs. Het is zover. De allereerste aflevering van Setups van de Morrochs in 2019 gaat beginnen. Dit is de enige serie in Nederland waarbij wij dus naar jullie setups gaan kijken. En waarbij ik dus de meest muffe en de meest professionele setups eruit ga pikken. En ga kijken, tips gaan geven, misschien wel wat grapjes. Maar boven alles gaan wij gewoon met z'n allen genieten van wat voor setups er nou zijn in Nederland. En waar ik ook misschien van kan leren. En waar jullie ook inspiratie van kunnen krijgen. Maar voordat we met alles beginnen, laat ik eerst vooropstellen dat iedereen mee kan doen. En iedereen zijn eigen setup naar mij toe kan sturen. In mijn Discord channel, linkje staat in de beschrijving, kan jij precies zien hoe jij mee kan doen. En wat jij dus nodig hebt om uiteindelijk in setups van de Morrochs te komen. Hier zie je het kanaal. En hier staan dus alle info die jij nodig hebt, staat hier dus in. Zie je bijvoorbeeld welkom Morrochs bij het infokanaal van Setups van de Morrochs. Allemaal info, hoe je de foto's moet maken, welke foto's ik nodig heb. Ik heb ze nu van mijn eigen setup gemaakt. Dus dan zie je precies ook wat ik nodig heb. Sommige zijn optioneel. Je kan ook een videootje maken. Je setup insturen doe je via deze website. Imgur of Imgur of hoe de fuck je het ook uitspreekt. Maar volg dit en alles komt goed. En dan kan jij meedoen met een van deze afleveringen. Dus nu dat allemaal is gezegd, is het dan toch echt tijd om dit uiteindelijk te gaan doen? Dit idee heb ik eigenlijk een hele lange tijd al. En ik vind het gewoon vet om te zien hoe andere setups in elkaar zitten. Hoe muffs ook zijn, hoe vet ze ook zijn. Iedereen is welkom. En ik heb een e-mailadres hiervoor opgesteld. Dat is setupsvandemorrochs@gmail.com. Maar volg eerst mijn instructies, zodat je de grootste kans hebt eigenlijk om hier positief een review te krijgen. Dus wat dat betreft gaan wij er gewoon induiken en gaan wij gewoon kijken hoeveel setups ik per aflevering kan doen. Wat leuk is, zodat jullie aan het eind ook kunnen zeggen in de comments welke setup jij het topste vond en welke setup jij het mufste vond van de afleveringen. Laten we lekker erin duiken, want ik heb heel wat inzendingen gekregen. Kijk dit, ik heb 2 pagina's aan inzendingen. 88 mensen die hebben hun setup gewoon ingestuurd. En we gaan gewoon beginnen bij de allereerste Morroch. Dat is Giorno Boers. Ik ga ook het mailtje gewoon oplezen, zodat jullie ook het verhaaltje erachter kennen. Giorno Boers typt: hey Emre, leuk dat je onze setups in het zonnetje wilt zetten. Hier een setup waar ietsje meer cable management had kunnen gebeuren, maar moest die kabels ergens laten. Deze setup wordt voornamelijk voor gamen gebruikt en casual dingen zoals muziek en school. Jezus, Giorno. Oké, bedankt voor een hele lange zin. Interpunctie, bro. Ik ben Giorno, 16 jaar. Mijn online naam is meestal DJ Pro en hier is de link. Met vriendelijke groet, Giorno. Laten we kijken wat deze broeder voor ons in petto heeft. Alright. Donkere setup. Laptopje aan de linkerkant. MSC laptopje. AOC. Dat is een scherm die ik ook wel heel vaak zie bij mensen. Eerste indruk is dat ik niet zo heel veel kan zien van zijn hele setup. Man is net jarig geweest, denk ik. Heeft hier een hoera dingetje staan. En hij had het over zijn kabelmanagement. Op dit moment kan ik er niet zo heel veel van zien. Want hij heeft het volgens mij expres heeft hij het donker gelaten. Zo van, hey, fuck jou en je video. Ik ga gewoon mijn kabels ga ik gewoon rustig aan de achterkant laten. En that's it. Hij had eigenlijk wel zijn setup moeten doorsturen met wat ik precies kan zien. Giorno, het was eigenlijk de bedoeling dat jij bij de foto's ook zou schrijven wat ik nou precies zie. Zie je wel een mooi toetsenbordje, maar wat is dat? Het ziet eruit als een Razer toetsenbord. Klopt dat? Nee, het is een Corsair toetsenbord met waarschijnlijk een MSI-muis of een Trust. Het lijkt ook wel op een Trust-muis. Boxjes die erbij staan, zien er wel futuristic uit van Philips. Dit soort boxjes heeft iedereen wel eens gehad in zijn leven. Die echt gewoon op je bureau neerzet. Die staven die er al super futuristic eruit zien. Kabeltjes, wat dingetjes. En wat ik wel grappig vind is dat jij hier gewoon random een muis tegen je muur aan hebt gebeukt. Die viel me net nog niet eens op. Wat doet dit hier? Wat ben jij hiermee aan het besturen? Is dit serieus voor jouw laptop? Ga me niet zeggen dat dit ding voor je laptop is. Dat kan ik niet geloven. Hopelijk is dat niet zo, want dit is wel echt een fucking rare plek om je muis te leggen. Maar geen probleem, geen probleem. Misschien is het alleen om je lichtjes een klein beetje naar voren te brengen.
Ah, kijk. Hier maakt hij met flits, eindelijk. Oké, we zien nou inderdaad wel wat meer kabeltjes. Op zich valt het wel mee. Oeh, hij speelt ook nog Fortnite, morgens. Oeh, dat is een hele lastige. Dat is een hele lastige. Maar het geeft niet, het geeft niet. Het ziet er voor de rest ziet het wel alright uit. Kabelmanagement, hij heeft een foto gemaakt van zijn kabeltjes. Je hebt het geprobeerd, maar je kan het heel makkelijk oplossen door hier gewoon even een tijrippie of wat klittenband te gebruiken. Ik bedoel, je hebt een matje onder je bureau liggen, maar je hebt hem echt niet gebruikt, lijkt wel. Hier ligt wel iets, maar wat heb je hier precies mee gedaan? Wat is dit ook? En ik zou gewoon je kabeltjes gewoon een beetje zo hierheen werken. En dat je dan uiteindelijk hier naar beneden met een kabelgootje naar je PC. En dan zou het goed moeten zijn, man. Want nu zien de kabels er wel echt extreem muff uit, hoor. Hier moet je wel aan werken, broeder. Maar voor de rest, ik bedoel, je hebt wat LED-stripjes. Mooie paneeltjes achter je schermen om het geluid te dempen. Ja, over het algemeen ziet het er wel nice uit. Dit kabeltje snap ik ook niet helemaal. Waar komt die vandaan? Is dat van je headset? Waarom heb je die van die kant gezet? Omdat je je headset misschien vrij wil houden of zo? Die zou ik denk ik ook via de achterkant wegwerken. Ik ben trouwens kleurenblind, dus blame me niet als ik kleuren verkeerd zeg in deze afleveringen. En even kijken wat hij in zijn PC heeft zitten. Windows 10 Pro, de 16 GB, een i7-3770, wat oudere generatie. Dat ding werkt nog steeds prima waarschijnlijk, dus geen reden om te upgraden eigenlijk. En een 1070 van gigabyte. Oké. Dus op zich een prima PC, man. Prima PC om gewoon echt nog wel jaren mee vooruit te kunnen houden. Kan best begrijpen ook dat je natuurlijk een laptop erbij hebt. En het ziet er allemaal best netjes uit. Beetje donkere setup. Hier en daar wat dingetjes van zichzelf. Een muis die hij heeft opgehangen. Ik vind die wel random, maar aan de andere kant geeft ook wel weer een leuk sfeertje. Maar dat laptopje, ja, weet je, je hebt je PC hier staan. Hier zou je ook bijvoorbeeld gewoon een tweede scherm kunnen doen. En dan je laptop gewoon hier aan de zijkant. Maar aan de andere kant, ik weet niet zo goed wat je precies met dat laptopje doet. Bedankt voor het insturen van je setup, Giorno. Je hebt nog wel wat werk aan de winkel met je kabels. Maar over het algemeen ziet er best netjes uit. Laten we verder gaan. Sam de Vrede met een volgende setup. Yo, morgen, hier mijn setup. Het enige wat ik kan is gamen en films kijken. Dus ja, ik ben Sam en ben 14 jaartjes jong. Oké. Dit vind ik er heel tof uitzien. Mooie bioscoopstoeltjes erbij. Wat heeft hij hier? Best Picture, Schindler's List, uiteraard. Een fucking classic. Twister, ken die film ook nog. Dat was toen met van die tornado's, waar ze van die apparaten met balletjes ingooiden of zo. Omdat uiteindelijk Ichta of zo. Ik weet niet meer precies hoe het ging. Titanic, uiteraard een classic. En Independence Day. Oké, deze man die houdt wel echt van goede films ook. Dus dat vind ik tof om te zien dat je die ook even hier aan je muur hebt gehangen. Wel even een puntje van iets wat ik gelijk zie. Je hebt ze opgehangen, maar waarom hangen ze niet recht, bro? Waarom? Waarom hangt deze mooi recht en deze hangt net een klein beetje naar rechts en deze hangt net een klein beetje naar links? Fix het. Dit doet pijn aan mijn ogen. Moet water drinken hierdoor. Bioscoopstoelen die staan er mooi bij, maar dan weer die derde. Waarom staat die derde ver van de muur af? Waarom kan je die niet gewoon schuiven hem naar de muur houden? Wat is hier aan de hand? Of staat hier een kast voor misschien? Misschien ligt het daaraan dat je hier niet genoeg ruimte had bij de kachel. Dat hier een soort kast staat ofzo. Want ik zie hier wel een soort van lijn, maar ik kan het net niet plaatsen. Dit is dan dus echt gewoon waar jij films kijkt. Kijk, heb je er nog... Ja, je hebt hier nog best een mooi. Dit is een soort van setup. Hier Gamekin kijken we soms films. Die posters zijn van mijn pa. Die vindt die films mooi. Oké, dus ze zijn echt van je vader. Nice. Hier een tv'tje. PlayStation 4 heeft die man. Een Wii U. Een JBL-boxje die hier random ligt. Je Wii U ligt wel echt stof te happen, broeder. Ik weet het zelf. Ik heb het zelf ook. Hij ligt hier in de kast. Impact natuurlijk wel een beetje de netheid. En ook de kabels, die kan jij echt hier makkelijk wegwerken. Hier achter deze, wat het ook is, een soort kastje of zo. En je hebt ze gewoon aan de zijkant neergeknald. Dus probeer dat gewoon te fixen voor de rest. Weet je, het ziet er wel prima uit allemaal. Je hebt hier een kastje waarschijnlijk van de IKEA. Dit is dat lakkastje die iedereen wel in zijn woning heeft, ergens. Maar aan de andere kant, het ziet er best prima uit, man. In het donker, chilltime zo. Beetje een soort thuisbioscoopje heeft hij gefixt samen met zijn pa. Om daar gewoon lekker wat films te kijken. Het is meer een console gaming setup. Dus dat is ook wel weer chill. Kan je met drie vrienden hier relaxen. Probeer alleen dit gewoon even te fixen. Dat je gewoon alles netjes en recht hebt gezet. En ook met de kabeltjes. Sam de Vrede, dankjewel voor het insturen. Dan gaan we naar Wesley van Vliet. Ik kan niet op delen drukken. Dus ik heb gewoon een random account gemaakt waar je inlogt. Oké, Wesley van Vliet. Dat is geen goed idee.
maar laten kijken. Dat is nice. Foto's zijn iets mindere kwaliteit, maar ik moet zeggen dat dit er al heel chill uitziet voor mij. Je hebt echt een kleurschema gebruikt die een beetje overeenkomt met alles. Voor mij is het soort rood-oranje-achtig-ish. Nogmaals, blame me niet op de kleuren, want ik ben niet de beste met kleuren. Je hebt hier twee schermpjes waarbij je waarschijnlijk je pc erop hebt aangesloten. En dit is een tv'tje, misschien voor je console. Bureaustoel ooit gekregen van mijn basisschool. Ook gewoon een bureaustoel van je basisschool. Dit is soort, wat is dit? Om je jas op te hangen of zo? Dat is wel dope, man. Bureau heb je zelf gemaakt en speakers Trust GXT 628. Oké, hier zie ik je speakertjes. Bureau heb je zelf gemaakt. Het bureau ziet er echt super nice uit, hoor. Bureaustoeltje erbij, pc die hier staat. Hij staat wel een beetje voor je voeten, man. Vind je niet? Misschien kan je hem beter een kwartslag draaien. Ik snap het ook wel, want je wilt je pc van binnen zien. Of je kan hem hier aan de rechterkant op je bureau zetten. Dat zou misschien ook nog een afweging kunnen zijn. Om je pc hier te zetten. Plantje erbij. Je hebt het wel echt persoonlijk aangepakt, man. Dat is wel echt iets wat ik heel leuk vind. Met die lampjes erbij. Je hebt hier een afstandsbediening voor je lampjes. Hier hangt het nog een klein beetje los. Maar aan de andere kant, ja, het ziet er wel echt heel netjes uit, man. Voor de rest, ik weet niet wat hieronder ligt. Is dat je 18-plus films, verzameling die jij niet wilde laten zien. Je hebt het proberen te camoufleren. Want het viel ook niet echt op deze foto. Maar hier kijk ik ook echt van, wat ligt hier? Wat is dit? Wie heb jij daaronder neergelegd, vriend? Computerkast inhoud. Je hebt een 350M gaming board. Oké, het is een Ryzen build. Nice. Zie je natuurlijk steeds meer en meer. Een Ryzen 5 1600. Een 1050. Een GTX 1050. Geen Ti, maar gewoon een normale 1050. 16 gigabyte van Kingston. Corsair Lighting Pro RGB strip. Een voeding. Goedkope 650 watt. Hij weet het merk niet. En een hybride schijf. Twee keer Seagate. 1 terabyte en 80 gigabyte. Oké, dope. Nou, kabeltjes gewoon netjes weggewerkt. Kast ziet er van binnen netjes uit. Misschien deze kabeltjes kan je nog een beetje bij elkaar binden of zo. Kabelmanagement aan de onderkant van zijn bureau. Eigenlijk niks op aan te merken. Alleen deze hing net een beetje los. Ik weet niet of je dat helemaal redt om die nog een beetje naar boven te halen. Dit ziet er echt super netjes uit, man. Je hebt echt goed werk geleverd, broeder. Je hebt heel goed werk geleverd. Muismat Tank, toetsenbord, Natec Genesis en Trust GXT. Ik moet zeggen, ik word blij van jouw setup, man. Ik word blij van jouw setup. Hier aan de rechterkant kan je misschien nog een klein beetje opruimen. En ik denk dat jij dit scherm echt gebruikt om nog misschien een console op te gamen. Ik zie geen console hier liggen. Of heb je hem aan je PC aangesloten dat je vanuit je bed films kan kijken? Dat zie ik niet gelijk terug. Dit is een hele toffe setup. Je hebt het mooi weggewerkt. Wesley van Vliet, thanks voor het insturen van je setup. En we gaan door naar de volgende. Dan gaan we naar Coole Cat. Setup van de Morrocks, Coole Cat, a.k.a. Niels. De link van mijn setup. Mijn naam is Niels, ik ben 16 jaar. Ik game graag en bewerk video's soms. En af en toe stream ik. Ik heb dit zelf allemaal gebouwd, vandaar de budget spullen. Ik hoop dat dit genoeg is, anders zie ik vanzelf wel een mailtje. Hopelijk terug wat er mis is. Broeder, we gaan gewoon kijken en we gaan zien wat er mis is. Of wat heel goed is. Deze moest als 3 van de 4, maar ik krijg hem er niet tussen. Dus je begint gewoon gelijk met je kabelmanagement. Ja, wat moeten we ervan zeggen, Morrocks? Wat vinden we hier nou van? Hij heeft het goed geprobeerd. Ik zie ook gewoon dat je het meerdere malen hebt geprobeerd. Ik zie hier wat kabelbinders. Ik zie hier wat dubbelzijdig tape. Ik zie hier wat kabelgootjes. En toen dacht je, weet je wat, fuck it. Ik flikker alles in een kabelgoot of een kabelbakje onder mijn bureau. Deze kan je van de IKEA kopen, dat weet ik uit mijn hoofd. Kijk, in principe heb je het wel weggewerkt natuurlijk, maar het ligt er wel gewoon zo van, het ligt er maar te liggen. Dus het ziet er niet heel netjes uit. En je hebt een videootje erbij toegevoegd en dat vind ik echt super tof, man. Om jouw belichting te laten zien. Laten we hier even naar kijken. Ik moet zeggen, belichting in jouw kamer ziet er super nice uit, man. Je ziet dat het ook je hele kamer beïnvloedt, dus dat vind ik echt tof om te zien, man. Je hebt hier wat dozen van jouw, van je componenten liggen. Geen probleem. Misschien kan je ze hieronder leggen, want ik zie dat je hier een hele mooie plek hebt waar ook de belichting op valt. Ik denk dat dat een mooiere plek is om jouw dozen neer te leggen, man. Misschien aan de andere achterkant kan je nog die kabeltjes een klein beetje wegwerken. Plantje die erbij staat. Ik weet niet precies wat hier gebeurt met je computers en met hoe jouw schermen staan. Volgens mij heb je deze opgehangen en deze heb je er gewoon naast gezet. Het zou netter zijn, denk ik, als je dit schermpje ook op zou kunnen hangen of op een of andere manier zou kunnen fixen. Dat die op dezelfde hoogte komt als dat andere scherm. Ik vind hoekbureautjes altijd wel relaxed, want je kan er gewoon heel veel spul op kwijt. Ik heb dit zelf allemaal gespaard. Ik game graag en bewerk graag video's.
heb een Corsair muismatje, Razer toetsenbordje, dit nog een MUF toetsenbordje waarschijnlijk om nog een andere PC te controleren. Mike, MUF ding van de Action. MUF ding van de Action, heerlijk ouwe. Hij ligt er ook echt bij als een MUF ding. Extra een beertje wat ik van mijn inmiddels overleden oma heb gekregen. Leuk dat je dat hier op je bureau hebt liggen, hoor. Oh, en een tweede toetsenbord voor je streaming PC. Ah, ik dacht al, wat doet deze tweede PC hier beneden? Maar dat is dus je streaming PC. Je kan mooi naar binnen kijken. Grote koeler die je erop hebt geklikt. Nog eentje zonder paneel. Kabeltjes super netjes weggewerkt. Hier word ik nou blij van. Deze man zijn PC ziet er keurig netjes uit, man. Heerlijk, lekker bezig. En de kabels, hoe kijk ik hier naar? Oh, heb je daarom misschien... Sneaky man dat je bent, chat. Hoe sneaky is deze guy? Hij heeft de dozen hier neergelegd zodat we zijn kabels niet goed kunnen zien. Ik snap waarom nu je kabels daar liggen, man. Ik snap waarom nu jouw dozen daar liggen. Jij sneaky man. What the fuck, ouwe. Kijk maar, als je hier naar beneden kijkt, zie je dus dat hier een soort gat zit in zijn bureau waar hij de kabels doorheen heeft geloodst. Maar dat betekent dus dat als hij deze dozen weghaalt, dat hij opnieuw zijn bekabeling moet fixen. Wat niet erg is, want je kan het in principe makkelijk wegwerken. Als jij je PC een beetje naar achter schuift, dan kan het direct door de goot naar beneden. Oké, specs van zijn PC. Een i5 heeft hij erin. Een CPU, de Freezer 33 eSport One White. Hij heeft een 1050 Ti in zijn PC zitten. 8 GB RAM. Ah, ziet er prima uit, man. Zeker weten. Heeft wat SSD'tjes erin geknald. 144 Hz scherm. Heel belangrijk. Een van de belangrijkste dingen dat je dat hebt. Een 144 Hz scherm in plaats van een 2K of een 4K scherm met 60 Hz. Zou ik altijd gaan voor een 144 Hz scherm. Dus een streaming PC met een i7 erin. Dus tof dat jij met twee PC's ook aan het streamen bent, man. Mijn Minecraft poster van 5 jaar terug. Mijn Elder Scrolls beeld van Asus gewonnen. Jezus, hij heeft nog meer dozen en ze... Bro, waarom spaar jij ex-shampoo dingen? Is dat shampoo of is dat deodorant? Ik bedoel, ik kan de dozen begrijpen van je onderdelen, maar wat doe jij met zoveel ex-potten, bro? Hoe muf ben jij? Is jouw setup zo muf dat jij hem elke dag moet poetsen met shampoo of niet? Wat is hier aan de hand? Beetje van de giveaways en zijn Nintendo NES. Ah, super dope dat jij ook nog een oldschool console hebt, man. Tof om te zien, broeder. Tof om te zien. Ga zo door. Hier en daar nog wat kleine upgrades van je setup met betrekking tot bekabeling. En misschien de dozen die je op een andere plek kan leggen. Shoutout naar Coole Cat, a.k.a. Niels, voor het insturen van zijn setup. Dankjewel. Door naar de volgende. Oké, deze setup is van Falcon Games. Hier het linkje, beoordeel er maar op los. We hebben helaas geen extra verhaaltje, maar we hebben zijn setup gekregen. Alleen zijn foto's kan ik niet vergroten. Dus op de website kan ik er niet op klikken. Dus ik heb een klein beetje ingezoomd. En hier heeft hij een kast met alle dozen van de producten die ik heb gekocht. Right. Die heeft hij gewoon netjes weggewerkt in zijn kastje. En niet te vergeten in een setup, broeders. Elke setup is het belangrijk dat er een wasmand in de hoek ligt. Dus als jij een echte gamingkamer wilt, fix een wasmand. Want anders is hij niet compleet. Setup van voren met schermen aan, zonder stoel. Bureau, kasten zijn van mijn oude bureau. Het tafelblad is van de Hubo. Luidsprekers van Logitech. Gaming headset SteelSeries Arctis 3. Gaming headset Boreal Blauw. Eerste indruk van jouw setup is dat ik hem er super clean uit vind zien. Alleen dit kabeltje die stoort me en een beetje die kabels hier. Maar voor de rest, dope man. Ik vind het gruwelijk dat je je scherm hebt opgehangen ook. Een groter scherm. Ik heb er eigenlijk niet zoveel op aan te merken vanaf hier. Dus we gaan nu inzoomen waarschijnlijk. Een gaming muis, een toetsenbord van Logitech. En een Trust gaming muismat. Grote muismatten zijn tegenwoordig heel erg in, omdat je daarmee ook een beetje je bureau beschermt. Aan de rechterkant, zijkant van mijn bureau, de kabels van mijn computer. Kijk, hier kunnen we een voorbeeld aannemen, broeders. Dit komt allemaal door de wasmand van deze man. De rechterkant heeft hij gewoon een kabelgootje gefixt. Hij kon het gewoon neerknallen, maar hij weet, als ik gewoon een kabelgootje fix, dan ziet dat er allemaal beter uit. Heeft het hier netjes opgerold. En waarschijnlijk zit hier ergens een power adapter om dat uiteindelijk aan te sluiten. En ja hoor, deze man is lekker bezig. Het enige wat ik nog zou doen, is deze kabeltjes nog oprollen zodat ze niet hangen. Maar voor de rest ziet het er gewoon echt netjes uit, man, dit. Setup van bovenaan zich, schermen, 2 keer een HP schermpje. Mooi opgehangen, prima met een... ze zijn niet eens opgehangen, het is zo'n bureau stand. Mic is van Samsung C01U. Oh, die heb ik vroeger ook gehad. Dat is zo'n USB mic uit mijn hoofd. Met een shock mount en een microfoonarm. Statief Inox USB Pro Broadcasting statief. Ja. En vanaf het zijaanzicht met zijn raampie. Hele toffe computerkast. Wat is dit voor kast? Cooler Master Masterbox Lite 5.
Heel tof is deze man. Hij heeft een 2070 in zijn PC zitten. Oké, lekker hoor. i5-8600, 16 GB RAM. Corsair voeding van 750 watt. Heeft een SSD in zijn PC zitten. Dit is een hele nette, chille setup. Je hebt erg goed je best gedaan. Probeer nog die kabeltjes onder je bureau een klein beetje hoger te installeren. Maar voor de rest, I like the shit, man. Bedankt Falcon Games voor het insturen van jouw setup. Oké, Moros, ik ga gewoon compleet eerlijk met jullie zijn. Ik vind het gewoon echt moeilijk om te kiezen welke setup deze week de nummer 1 is voor mij. Dus dat kan voor jou, kan dat iemand anders zijn natuurlijk. Links zie je die van Falcon Games en rechts van Wesley. Beide hebben ze ook kleine aandachtspuntjes. Waardoor bijvoorbeeld Wesley, die heeft hier rechts in zijn kamer dat ding liggen. Ik weet niet wat dat is, maar hij heeft er een soort doek overheen gelegd. Er liggen er wel een paar lijken onder. Ik heb geen idee. Rechts heeft, dus Wesley heeft het persoonlijke wat meer uitgewerkt. Je ziet hier wat petjes hangen. De lichtjes die erbij zitten, die passen wat meer bij elkaar. Echt de hele setup heeft dezelfde kleur en ook aan de onderkant. Bij links zien we dus dat hij heeft het ook gedaan. Hij heeft ook met wat lichtjes gespeeld. Maar het persoonlijke ontbreekt een beetje voor mij. Hij is nog een beetje kaal. Ze hebben beide goed gebruik gemaakt van kabelmanagement. Ze hebben beide hun setup wel op orde. Maar rechts heb je net dat ding wat daar ligt. En links net dat persoonlijke wat een beetje mist. En dan vind ik hem heel moeilijk. Maar ik denk dat ik toch ga kiezen voor de setup van Falcon Games aan de linkerkant. Maar jullie mogen natuurlijk uiteraard stemmen in de comments. Misschien vind jij die van Wesley wel vet. Oké, Moros, ik moet dit gewoon even melden. Maar bij het monteren kwam ik erachter dat er gewoon een fucking pluisje in mijn baard hangt. Het ziet er gewoon uit als een fucking spin, ouwe. I'm sorry, man. Volgende keer zal ik erop letten. Of van een andere inzending. En je mag natuurlijk ook zeggen welke jij de mufste vond van deze week. En vergeet niet om jouw setup de volgende keer ook in te zenden. Ik moet een beetje kijken van hoe ik het allemaal precies ga aanpakken. En hoe ik het ook ga doen. Want ik krijg heel veel inzendingen nu. Maar schroom niet om ze uiteraard in te zenden. Zodat ik gewoon veel meer en meer setups heb om uiteindelijk te reviewen. Misschien moet ik ook hier en daar wat keuzes gaan maken. In de setups die ik review. Zodat ik ze niet allemaal tegelijk doe. Maar nu begon ik gewoon bij het begin. Dus misschien maak ik zo meteen wel keuzes. En ik doe deze dingen ook natuurlijk voor jullie. Omdat jullie dit ook tof vinden om te zien. Shoutout naar een morgen. Abonneer op een broeder. Gooi wat duimpjes omhoog. En ik zie jullie de volgende keer, man. Ik ben uit, broeders.